We hebben nieuwe sjaals binnen. We staan lekker buiten en het waait. Dus ik hoop dat je hem kunt zien. Het is een bruine sjaal. Vlasjes aan de uiteinden. Eventjes van dichtbij, maar apart. Het is toch leuk buiten even films. Het was in de winkel net te hectisch, dus we zijn lekker hier buiten in de muziektuin. Als er vlasjes aan een sjaal zitten, zou ik hem in een waszakje wassen. Dan blijft hij zeker eraan zitten. Anders gaat hij misschien door heel die was heen trekken. En dan heb je kans dat ze eraf gaan. Dus in de was in een waszakje, zou ik tenminste doen. Ik pak zo'n sjaal altijd in een punt. Dan wordt hij wel langer. Maar dan valt hij ook mooier als je hem gewoon zo simpel omdraait. Want anders heb je zo'n recht afgekapt sjaaltje. Ik vind dat altijd minder mooi. Dus deze ziet er veel leuker uit. Ook heel mooi, er zijn heel veel bruintinten nou in de winkel. Ik hou ervan en ik vind de sjaals er dan ook weer super mooi bij. Wat je ook kan doen is de sjaal dubbelvouwen. Ook weer die in die punt, hè, dat die langer is. Dubbelvouwen. En dan hou ik die lus kort aan mijn hals. Dan doe ik er eerst één helft van de sjaal doorheen. En dan de andere helft. En dan krijg je zo'n rommelig sjaaltje. Dat vind ik ook altijd wel heel mooi en dat zit ook heel fijn. 19,95 en je kunt ze bestellen op onze website baboe.nl of kom naar de winkel.